Ja, dit vind ik wel echt spannend ook. Ik heb hier wel een heel goed gevoel over, eerlijk gezegd. Ja. Zijn jullie er klaar voor? Zeker. Ja? Dames en heren, en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol, dit is Myron. En het waait heel erg hard vandaag, ook al schijnt het zonnetje dus mooi weer. En gaan wij eventjes op de elektrische boards een pakketje bezorgen. Wij gaan namelijk een pakketje op de post doen voor mijn broertje Shen. Hij is namelijk vandaag jarig. Dus Shen, als je dit ziet, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Maak er een superleuke dag van. Helaas kan ik niet op visite komen, maar ik denk dat ik echt een mega vet cadeau voor je heb. Hallo mevrouw. Ja. Gaat wel 50 km per uur bijna. Ja. Woe, wat hard. We hebben het cadeautje hier in deze doos zitten. Hoe gaan we doen? Gaan we het vertellen wat erin zit? Hij heeft het al binnen als deze vlog online komt. In deze doos zit echt een super gave VR headset voor de PlayStation. Dus dat is wel heel erg nice. Dus die had ik nog thuis liggen en die gebruik ik niet meer. Want zoals jullie zien heb ik een nieuwe VR set thuis. En ik weet dat mijn broertje heel erg veel op de PlayStation zit. Dus vandaar dat die speciaal via zijn verjaardag is. En ik heb ook nog iets heel erg leuks voor Moederdag, wat wij gisteren hebben gemaakt in de vlog. Dus die gaan we ook meteen even op de post doen. Hoi! Hoi! Echt geniaal dat we dit gaan opsturen hoor. Speciaal voor Moederdag. Wat leuk. Een mooi zelfgeverfd plantje. Ja, echt schattig. Mooi. Mooi, verbrand. Leuk hè? Ja, dat is echt gezellig. Ja, dat is echt fijn, even in de zon. Ja. Zo met de bord. Lekker hoor. Jammer dat het raam zo vies is, maar anders konden we even lekker smullen van deze lekkere kippetjes. Ik weet wat ik ga nemen. Ja, broodje kip. Nee, broodje kip in paddenstoelensaus. Ja? Ja, lekker. Mmm, lekker. Mmm, hem lekker smikkelen. Mmm, lekker. Lekker. Gewoon hem lekker smikkelen. Lekker. Ja, ik ga voor de hete kip. De hete kip? Ja, hot girl. Hot girl, yeah. Hey. Die ken ik. Hey, dat zijn wij. Wat een swag heb ik weer aan, mensen. Deze windjacket van Knolpower. Eindelijk staan ze op knolpower.nl. Eindelijk. Ik ben er super blij mee met deze jackies. Windjacket. Er was ook veel aangevraagd wanneer deze windjackets online kwamen. Maar nu is het moment, ze staan nu online op knolpower.nl. Kijk dan wat een lekkers allemaal. Hot wings, gegrilde kippenpoten, Indische kipkluifjes. En wat hebben we hier? Spare ribs. Oh, kijk dat kippetje. Ik heb zoveel trek nu. Ja, maar zullen we die dan meenemen voor vanavond? Ja, dat is een goeie, hè? Ja. Wij nemen de partypan mee. Ja. Lijkt me echt lekker. Volgens mij mag je gewoon zelf kiezen wat je er dan in wil. Oké, okay. Ja, ik kies graag mee. En hier heb je jouw broodje heet kip, hè? Ja. Oh, goeie hoor. A few moments later. Super, dankjewel. Hoi. Nou, we hebben meteen avondeten. Yes. We hebben gewoon eventjes gefixt. We krijgen nu gewoon al lekker versmikken. Oh, lekker man. Maar dit is echt top. Ik vind het ook wel leuk dat ik weer even iets kan fixen. Want dan hoeven jullie niet te koken. Want het is eigenlijk een beetje standaard Myron en Nicole gaan koken. Ja, en als maar... ik zo kook, gaat hij iets ophalen. Ja, dan bestel ik sushi. Ja. Ik heb ook één keer kip tandoori gemaakt. Ja, en, dat was ook lekker. Vanavond heb ik een kipschotel. Ga je dat nog een keer maken, kip tandoori? Of je kan ook een keer kip curry maken, hè? Dat is een beetje hetzelfde principe. Ook lekker hoor. Ja. Myron die wil heel erg graag mijn kledingkast opruimen. Ik heb er helemaal geen zin in, maar ze wil het echt heel graag.
En dit is eigenlijk voor mezelf. Maar ik heb er geen zin in. Maar Marvin wil het zo graag dat we het toch gaan doen. Ja, maar ik help je. En? Niet dat. En ik vouw het voor je op. Dus jij kan alleen maar zeggen, die mag wil ik houden, dat wil ik weg. Ja, daarom. Maar het is weer veel te lief. Het wordt een soort van Tinder, ja? Swipe naar rechts om te houden. Swipe naar links. Dus ik ga tinderen met mijn eigen kledingkast. Ja. Maar als ik zo kijk, is het wel echt bizar. Ja, je hebt te veel kleren. En ik heb gisteren natuurlijk kleren voor jou besteld. En ja. Toen dacht ik, ja, er moet gewoon even een grote schoonmaak. Ja, voor de mensen die het gemist hebben. Marvin heeft 3 outfitjes voor mij besteld. En we dachten, dat is ook wel leuk voor de video. Dan kan je zien wat de smaak is van Marvin. En of het mij uiteindelijk staat of dat het echt belachelijk is. Dus jullie mogen ook cijfers geven voor de 3 verschillende outfits. Maar dat leg ik morgen allemaal uit als het binnen is. En anders overmorgen. Maar goed, ik heb echt heel erg veel kleren. Dit zijn al mijn hoodies met capuchon. Ik heb ook gewoon heel veel kleren van mezelf. Kijk, knolpower, knolpower, knolpower. Ik heb hier ook weer knolpower, 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 knolpower. Dus ik denk dat ik al echt iets van 16 hoodies heb van alleen knolpower. Dan heb je hieronder heb je allemaal shirtjes. Maar zoals je hier kan zien, knolpower, knolpower, knolpower. En hier ook weer knolpower, knolpower. Eigenlijk moeten we gewoon een schaal maken van. Of een gedeelte van de kast maken waar al je knolpouwkleding hangt. Dat is wel vet. Dat is wel leuk. Ja, gewoon al het knolpouwen bij elkaar. Ja. Zullen we dat doen straks? Als alles een beetje... Ja. Nou, ik begin er nu al eerlijk gezegd een beetje zin in te krijgen. Ja, nice. We beginnen dus bij de broeken. Die heb ik hier allemaal neergelegd. Oh, ik vind de broeken altijd echt verschrikkelijk. En dan, ik dit zijn ook nog broeken. Ja. Ik vind broeken kopen ook echt niet chill gewoon. Hé, maar ik heb, dat ga ik alvast verklappen, ik heb broeken voor jou besteld. Oh. Vanmorgen. Ja, 3 outfitjes, er hoort een broek bij. Ja, volgens mij heb ik zelfs 4 broeken. Oh, meen je niet. Ja, maar dat ga je morgen zien. Oké, nou ik ben benieuwd. Ik heb net eventjes gekeken, het is echt al veel, veel later, maar ik heb net gekeken hoe laat wij begonnen met opruimen hier van deze hel. Het was echt serieus verschrikkelijk en we zijn nog geen eens klaar, maar het einde is wel in zicht. Wij begonnen om 4:30. Het is nu ondertussen 5:30, 6:30, 7:30, 7:15. Dus we zijn 3 uur en een kwartier bezig. Maar we kunnen wel vast wat laten zien. Of wil je dat doen als echt alles is? Als alles helemaal klaar is, ga ik het laten zien. Het is echt serieus heel erg sick. En het is enorm verbeterd. Maar ik neem jullie eventjes mee naar wat er nu al allemaal is weggedaan. Dat is ook bizar. Ik heb namelijk hier in de slaapkamer heb ik 3 zakken staan van mijn kleding. Wat echt nog in hele mooie staat is. Gewoon in goede conditie. En waar ik wel iets leuks mee weet. En dan heb ik hier 4 vuilniszakken vol met kleding wat ietsjes ouder is. Dus waarvan de kleuren niet meer helemaal goed zijn. Wat een beetje is, niet echt gescheurd of kapot of zo. Maar het is gewoon oud. Laat ik het zo zeggen. Het kan nog wel gedragen worden, maar het is oud. Het is niet meer echt de best topstaat, zeg maar. Dus het is goed gebruikt en gedragen. Sommige kleding is ook echt van een paar jaar oud. Maar 4 vuilniszakken vol, echt... Nice dat ik dat heb weggedaan. En dan hier nog 3, dus in totaal al 7 vuilniszakken. En eigenlijk zou ik nog een vuilniszak vullen. Maar we hebben Mees in huis. En Mees, die heeft best wel veel kleding van mij. Wat ook nog gewoon enorm mooi is. Maar ja, wat ik gewoon niet helemaal meer voel, dat kan. Heeft Mees overgenomen. Dus allemaal t-shirtjes en hier allemaal lange mouw. Echt ontzettend veel zoals je ziet. We hebben een paar broeken, heel veel shirtjes. Dus ja, daar ben je wel blij mee. Ja, sowieso. En je hebt ook meteen een broek aan voor mij en een shirt. Ja, ik dacht. Maar nog niet. Ja, nice. Het staat je ook serieus goed. Hij liet het af en toe even zien. Ontzettend chill. Maar goed, we hebben natuurlijk een beetje trek gekregen omdat we daar zo druk mee bezig zijn geweest. En ik weet 100% zeker dat er mensen zijn die dit kijken die ook zijn begonnen met hun kast opruimen. Want ja, hè, als je zoveel thuis zit, je moet toch wat. Dus volgens mij zijn er meerdere mensen die het extreem hebben opgeruimd. Hartstikke goed, ik ben trots op jullie. Ik vind het namelijk echt verschrikkelijk om te doen. Maar ja, daar zijn jullie wel achter gekomen. Ik heb hier dus een mooie partypan staan. En ik zorg voor het avondeten. Dus het enige wat we nodig hebben is even een stopcontact. Zo, en als die erin zit, hoeven we hem alleen maar eventjes op standje 3 te doen. Even kijken, standje 1, 2, 3. En dan nu de timer aanzetten op 20 minuten.
En dan is het gefixt. Dan hebben we al dit lekkers gewoon klaar. Ja, ja. Dat is, dames en heren, de partypan. Ontzettend chill. Heel erg blij mee. 20 minuten. Hoppakee. Timer is gezet. Ik loop dus ook al dik 3 uur in alleen mijn onderbroek. Omdat ik zo ongelooflijk veel kleding heb gepast. En ik vind gewoon kleding waarvan ik gewoon helemaal niet meer wist dat ik het had. Dus dat is wel echt heel erg leuk. Want nu gaan jullie ook in de vlogs wel wat andere kleding zien. Want eigenlijk had ik een paar soort standaard dingetjes die ik best wel vaak achter elkaar aandeed. Maar goed, er moet nog wel wat gebeuren. We zijn niet helemaal klaar. Maar het einde is in zicht. Nice. Het is klaar. We halen deze er vanaf. Zoi. Ongelooflijk. Trekken we de stekker eruit. Airfryer hebben we ook aanstaan met nog wat patatjes. Halen we deze stekker eruit. Hopsakee. En dan zetten we dit gewoon zo op tafel. Kijk eens even. Hopsakee. Enzo heeft gekookt. Bam. Lekker hoor Enzo. Ja, ik heb zo mijn best gedaan. Ik heb 20 minuten gewacht, het was klaar. Dat is wel denk ik het moeilijkste wat je ooit hebt gedaan. Ja, maar misschien wel het lekkerst. Kijk, het hoeft niet altijd moeilijk te zijn om te smaken. En daar ga je nu achter komen. Wil je nog saus? Oh, jullie hebben sausje al gepakt. Ja, jongen, meest hè. Toppetje. Kijk, zo helpen we elkaar allemaal weer. Nou, dan gaan we lekker smikkelen. Van alles hebben we. Gehaktballetjes, kleine kipstukjes. We hebben hot wings. We hebben wings. We hebben wings. Wings. We hebben wings. Oh, wings! Wingsclub. Wingsclub! Oh my god, dat was zo leuk altijd. Wings! En Totally Spice. Ja, hoe gaat hij verder, hè? Wingsclub! Zo kan niet. Oké, nice, we gaan lekker smikkelen. A few moments later. Ik had niet verwacht dat we hem helemaal op zouden krijgen, maar er ligt gewoon echt niks meer in. We hebben zo knijters lekker gegeten. De frietjes zijn nu ook klaar, dus die gaan we nog opsmikkelen. Maar dit is echt sick. Dit was gewoon, er zaten hoeveel? 60? 65? 65. Ze heeft iedereen 13 gehad. Lekker. Super lekker. Maar volgens mij heb jij er meer gehad hoor. Ik heb volgens mij maar 10 gehad. Ja, ik heb wel lekker veel kippetjes gehad, maar ik heb van de rest niet zoveel gehad. Ik heb bijna alleen maar kippetjes gegeten. Oh, Mees ook. Ja, smikkelboef. Smikkelboef. Dat zie je ook wel, hè? Ja, je hebt nog van die mooie oranje. Ja, ik ben toch niet klaar met eten? Ga ik toch straks pas schoonmaken? Is ook goed hoor, is ook goed. We hebben meteen weer het werk opgepakt van de logeerkamer. En het resultaat mag er wezen. 100% ik. Ik ben zo ongelooflijk blij nu met deze kamer. Ook al staan hier de spullen van Nicole en Lars, maakt me echt helemaal niks uit. Zij hebben zelfs ook een plekje gekregen in deze kamer. Ja, deze la. Die la is van Nicole en Lars. Deze la. En daaronder ook. Die laadjes had ik over, dus daar hebben zij nu wat spullen. En dit is nog de rest van de spullen die ze hebben. Maar ik ga het aan jullie laten zien. We hebben hier de hele logeerkamer met één shot erop als het goed is. Tenminste, alle kleren en spullen. En we hebben zeg maar verschillende categorieën. Ja. Dat is wel echt heel erg nice. We hebben hier motorkleding en motorspullen. En dan hebben we hier alle overhemden. Dan hebben we hier de hele knolpower afdeling. En dit vind ik echt super sick. En ik ben ook echt trots op. Dit is gewoon allemaal knolpower. Besef. Hierboven allemaal knolpower shirtjes. Hier allemaal knolpower shirtjes. En weet je wat het bizarre is? Er zijn serieus fans. En dat vind ik echt niet normaal. Er zijn fans die hebben meer knolpower spullen dan wat ik heb. Dat is bijna onmogelijk. Want je ziet hoeveel het is. Maar het bestaat, mensen. Ik heb ze voorbij zien komen op Instagram. Ongelooflijk. En dan gaan we hier beneden. Dit zijn de tasjes. Kijk, de tasjes die ik heb. En dan hebben we hier jouw sportkleding. Ja. En dan hebben we hier fietskleding. Er zit ook fietskleding van mij bij. Nice. Of als ik weer ga mountainbiken. En dan hebben we hier een afdeling met alle lange mouw. Dus dat is echt heel erg chill. Yes. Daarboven hebben we afdeling windsport. Dus yes. Dat komt later wel weer een keertje. En dan hier beneden. Accessoires, zonnebrilletjes, zonnebrandcrème. En hier de petten en de mutsen. Ja, nice. En hier zit kleren van mij.
Nice. En dan hebben we hieronder alle tassen die ik gebruik. En oh, deze tas is ook zo vet. Ja, die vind ik zo mooi. Dit is echt een hele gruwelijke tas. Ik kan hier een hele mooie foto mee maken. Ja, deze is echt heel erg vet. En dan heb ik hier al mijn trainingsbroeken. Dan heb ik hier mijn korte broeken en nette broeken. Dan heb ik hier mijn lange broeken, maar dan ook soort joggingachtig. Hier heb ik de normale broeken. Spijkerbroeken. En dan heb ik hier witte, grijze t-shirts, zwarte t-shirts en gekleurde t-shirts. En dan heb ik hier de hoodies die ik nog over heb, zeg maar, van al die hoodies die ik had. Dat waren echt mega veel. En dan hierboven mountainbike helm, motorhelmen. En dan hier schoenen die ik bijna nooit aandoe hierboven. En dan heb ik hier schoenen die ik soms aandoe. En hier schoenen die ik heel vaak aandoe. En dan heb ik hier nog mijn sokken. En dan heb ik hier mijn onderbroeken. Dus dat is de hele tour eigenlijk. Zo sick. We hebben hier in totaal denk ik 4,5 uur over gedaan. Zoiets. In totaal. Ik denk 4 uur ongeveer. Ja? Ja. Wel echt lang. Echt nice. Ik heb de auto ook al vol zitten met dus allemaal troep en dingen die we weg kunnen brengen. Voor morgen voor de vuilstort. En zo'n doneerbak, weet je wel, waar je kleding kan doneren. Dus dat gaat gewoon hopelijk naar de juiste plek waar mensen kleren kunnen gebruiken. Dus dat is helemaal top. Daar ben ik ook super blij mee. En dan gaan we nu eventjes iets anders doen. Het heeft wel weer met kleren te maken. Ja, we hebben het ook al in de video gezegd volgens mij, of niet? Nee, we hebben nog niet gezegd nee, wat we gaan doen. Maar jij gooide dat shirtje weg en toen zei ik van nou, we maken gewoon zelf eentje. Ja, dat gaan we doen. Ja. We gaan onze eigen shirts maken. Yeah. We hebben hier alles op tafel liggen. We hebben shirtjes gehad voor serieuze €2,50. Gewoon witte shirtjes. Dit is een XL. En dit wit shirtje ga ik dus omtoveren tot echt een prachtig shirt. Dit is wel echt een leuke aanrader om te doen. Thuis voor de quarantaine tijd, zeg maar. Zoveel mogelijk binnen zitten. Dus dit is echt serieus een leuke aanrader. Dit kan je gewoon halen bij, hoe heet die winkels? Gewoon van die drogisterijen. Ja, daar kan je dat halen. En dat zijn dan gewoon van die kleurdingen. Groen, zwart, rood, blauw en roze. Als je het googelt, kan je het ook gewoon online bestellen natuurlijk. Maar dat heet gewoon dip dye. Dip dye. Ja, dat. Dus, hoe gaan we het doen? We hebben hier een paar flesjes met warm water. Dat is een tip van Lars. Ik heb het eerder gedaan met koud water. Maar warm water schijnt nog net even iets beter te werken. En dan doe je gewoon een kleurtje. Hier zit bijvoorbeeld groen in. Nou, Lars. Jij wilt eigenlijk geel. Ja, maar ik denk dat je geel krijgt als je dit doet. Oké, okay, ja, omdat je dan heel weinig ervan doet. Ja, dit is echt super weinig. Oké, okay, en dan als het goed is gaat dit nu verkleuren. Dit is blauw. Ah. Serieus, ik heb het uit een groene bakje gehaald. Ja, deze. Ja. Ja, ja, misschien omdat het warm water is. Het ziet er wel vet uit hoor, ja. Kijk dan. What? Ja, maar dit is raar hoor. Ja, dit is heel raar. Goed, even schudden. Nee, dit is blauw. Nee, het is wel groen. Het is wel groen hoor. Het is olijfgroen, hè? Kijk uit dat je niet lekker. Ja, het is een beetje roze. Aan ik denk dus dat het blauw en groen is. En dat is dan samen olijfgroen. Aha. Goed, dit is groen. En dan uit de bovenkant komt rood. Ik ga sowieso werken met roze. Ja. Niet met rood? Ik had verwacht rood. Nee, roze is wel echt een kleur die er heel vet uitkomt. Zoals ik al zei, ik heb het de vorige keer ook gedaan. Ook met sokken, met witte sokken. Oeh, die hadden we eigenlijk ook moeten halen. Maar die kunnen we nog wel pakken van jou. Zo krijg je het dan. Ja. Kijk, warm water. Dan doen we wat van de poeder erin. Oh, dit wordt wel echt zo. Stop. Het wordt wel echt duidelijk roze hoor. Zo is genoeg. Nice. Kijk. Nee, dat is goed. Ja, die is prachtig. Nice. Nou, laten we gewoon van alles eentje maken. En dan kunnen we gewoon elke keer allemaal een beetje pakken wat we willen. En dan is het zo gefixt. Gaan we straks laten zien wat de volgende stap is. Ja, ik heb een plan, maar dan welke moet het even kleur is zo dit? Oh, stop. Oh, dat is een beetje paarsachtig. Deze is echt heel gaaf, ja. Hoor. Zo, een tovercrunkje. Ik weet deze kleur. Deze blue. Kleur heet Ocean Blue. En er staat dan een mooie blauwe zeester op. Sick, hoor. Als je mijn oor houdt, hoor je de zee. Ja, sick. Oké, okay, nice. Zal weer eentje. Ja, die ga jij gebruiken, denk ik. Walvis. Ik ben benieuwd hoe creatieve Nicola dit weer gaat fixen. Nou, ik heb dit nog nooit gedaan. Nee, ik maar ook niet. Ik denk dat jij wel ons gaat verbazen weer.
Tenminste, de druk ligt hoog. Want elke keer als we iets creatiefs doen met onze handen, dan kom jij met een of andere Van Gogh shit aanzetten. En dan lijkt de rest allemaal stelletjes sukkels. Nee, maar dat kan hiermee dus. Nou, hoe lijk ik dan een sukkel? Ik doe ook wel mijn best, jij hoor. Jij, nou, zit net op, zeggen. Jij zit op het niveau van Nicole. Hij zei Van Gogh. Ja. Jullie twee zitten op hetzelfde niveau. Echt gewoon high-end shit. Lars doet zijn best. Hey, ik ga je nu omverblazen. Nu, dit heb ik eerder gedaan, dit gaat me lukken. Nee, jij hebt te weinig geduld. Dan denk je, ik maak het geel voor een kwart. Ja, Lars doet altijd alles geel en hij maakt het nooit af. Wat, welke kleur heb je nu? Zwart? Ja, ik heb nu zwart. Ga je zwart gebruiken? Ik zou geen zwart gebruiken. Ja, ik denk dat ik wel zwart wil gebruiken. Kijk, en dan wordt het grijs of zo. Ja, komt nee, dat wordt wel echt wel zwart hoor. Ja? Ja. Komt ie hoor. Zo. Je hoeft er niet heel veel van te doen, denk ik. Nee, wow, dat is echt, echt zwart. Dat is gewoon zware inkt. Dit doet okay. Een beetje denken aan zo'n lavalamp vroeger. Ja. Oh, een lavalamp, leuk. Als het ergens opkomt, dan krijg je er niet meer uit, hè? Ja, ik besef nu dat... Dat is ook de bedoeling van het shirt. Ik ga hem even opkleden. Oh, ja, inderdaad. Oké, okay, zwart, blauw, roze en groen. Groen heeft Lars al. Ja? Dit is nu best wel groen geworden, opeens. Mag ik het eens zien zo tegen het licht? Ja, groen. Wat zeg je? Maar wel een beetje vies groen. Misschien moet je er toch wel wat bij doen. Nee, maar dan wordt het alleen maar donkerder. Ja. En wat zit hierin dan? Is het nog voor groen? Ja, dat is nog voor groen. Zou ik dan gewoon dit rode in dat groene flesje doen? Ja, rood en groen wordt samen... Oranje. Nee. Nee. Rood en groen wordt samen... Rood en groen, wat wordt dat samen? Rood en blauw wordt paars, maar rood en groen... Ja, je hebt zo'n kleurencirkel. Rood en groen wordt denk ik zwart. Ik denk rood en groen een beetje zo'n vies kleurtje wordt, maar ik weet niet zeker. Nou, ik heb het hier in ieder geval ingedaan. Oké, moet warm water bij. Nee. Ja, het wordt wel een beetje donker, ja. Zie je dat? Het is toch warm? Er zat meer rood in dan groen, dus het is toch wel roodachtig. Het wordt wel rood. En... Ik heb een goed idee. De sokjes. Jij. Dus ik kan gewoon mijn sokken gebruiken. Ja, ik ga ook even witte sokjes pakken nog, denk ik. Ja, ik maar die zijn wel een beetje vies. Oh, die is. Die is heel erg. Ik pak even nieuwe. Ik haal nog een kleurtje, wat handig. Ze zijn al zwart. Ik haal wel even voor me. Ja, ik doe toch deze maar weer aan. Ik heb nogal veel door het huis gelopen en ik ben naar de garage gegaan om witte sokken zonder schoenen. Dus ja, dan is het nogal zwart. Gaan we nog een beetje rood erin doen in een nieuw flesje. Niet te veel. Het lijkt heel snel roze. Zo. Ja, dit wordt wel mooi rood hoor. Super nice. Ik weet nog wel van de vorige keer dat ik roze wel echt het vetst vond. Ja, dit is heel moeilijk onderscheid. Oké, okay, deze moet ik bewaren. Ja, dat is roze. Dit is rood. Oké? Okay? Lars die is al begonnen. Die heeft een hele lange pannenkoek gerold. Ja, ik heb een idee. Nou, echt mind blown ga je zijn straks. Ja? Ja, ik wil niet te veel voor opschrijven, maar ik doe het toch. Geloof je dat? Nee. Ja, we zijn benieuwd, Lars. We zijn benieuwd. Er zijn vast mensen die in je geloven. Ja, er zijn heel veel mensen die in me geloven. Dus jullie straks ook. Nou, ik heb hier mijn shirtje liggen. En Nicole die weet niet hoe het moet. Dus ja, er zijn verschillende manieren. Maar ik ga je mijn manier leren. Wat ik ga doen als eerste is heel erg simpel. Ik pak gewoon het midden. En dan ga ik serieus op deze manier ga ik zo draaien. Zo, draaien, draaien, kijk. En als je dan kijkt naar het shirt in het midden, dan zie je dus dat je een soort van bloemachtig iets hebt gemaakt. Kun je dat zien hier? Ja, hè? Ja. Dus wat je nu doet, pak je elastiekjes, die hebben we hier. Zo, dat zijn er wel genoeg. En dan, dit is maar één manier hoe ik het kan. Er zijn verschillende manieren, ik kan vast wel andere tutorials vinden op YouTube ook. Maar dan ga je dit gewoon vastmaken, zo vastknopen. Zo, maar wel zodat je nog dit ziet. Dus ja, niet dat het helemaal dicht gevouwen zit. De elastiekjes zijn wel echt belangrijk, want het moet goed bij elkaar blijven. Als een propje. Nou ja, eigenlijk is dit het al. Ja, en nu is het serieus eroverheen gieten. En omdat dit stukje bijvoorbeeld de kraag is, dit lijntje, kan dit lijntje bijvoorbeeld helemaal de onderkant zijn van het shirt, snap je? Ja. Dat het helemaal zo... gedraaid is. Sick.
Dus dit is gewoon, ja, hoe het zeg maar werkt. Wat is dan je tactiek met de verf? Gewoon geen idee. Gewoon... Nee? Kun je dan niet juist de buitenste kring één kleur doen en dan iets meer erbinnen, dat je dan daarin ook nog... Dat zou kunnen. Maar dat hoort... Oh ja, hier, ik knik gewoon. Dat is dus, je kan heel veel patronen creëren doordat je op verschillende manieren fout en giet en noem het allemaal op. Alleen je moet wel weten wat je doet. Hoe ik je heb giet. Geen idee, maar het kan wel. Ja, klopt, dat weet ik. En dat bedoel ik dus met verschillende tutorials die je kan vinden online. En dit is eigenlijk de enige manier die ik weet. Dus ik heb hier bijvoorbeeld rood. Maar mag ik heel even één ding toevoegen voordat je gaat gieten? Ja? Als ik zeg maar naar, hij hangt daar op de waslijn, naar dat Curaçao shirt van jou kijk. Die gaat van binnen naar buiten uit, maar een andere kleur. Ja. Dus wat mij logisch lijkt, als je zeg maar hier in het midden een kleur doet, dat dat de binnenkant is. Omdat je die als eerste pakt en daaromheen gedraaid hebt. Ja, ik snap precies wat je bedoelt. Nou, kunnen we eens proberen. Dus wat we dan nu gaan doen... is, we pakken roze, dit was roze, zo, dan gaan we hier gieten, kijk, en het moet best wel veel, want hij moet natuurlijk helemaal, kijk, zie je hoeveel die opneemt? Doorweekt zijn. Ja, het moet wel helemaal naar de onderkant, zeg maar, kijk, je ziet nog niks hier. Nee. Dus zoveel neemt hij, zeg maar, op. Dus ik doe er gewoon nog wat meer van. Het is ook in één keer weg, dit zijn shirtjes 100% katoen. Dat is wel aangeraden, 100% katoen. Want dan neemt het zo goed op. En dan pakken we nu bijvoorbeeld, dit is blauw. Heb je het ja, goed? Een beetje paarsachtig, maar blauw. Dit is wel heel erg gaaf. Dus laten we nu een rondje eromheen maken. Die is echt heel mooi. Ja, dit is wel heel gaaf. Kijk, we maken nu op deze manier een rondje omheen. Zo. Oh, dit is een hele gaaf kleur. Zo. En het ziet er cool uit. En dan pak ik nu, even denken, iets... Groen. Groen, ja? Ja, ik weet het, ik twijfel over de groen, maar... Kunnen we eens even proberen. Oeh, er mag een beetje rood in. Er zit rood in de top. Huh? Oh, daar. Ah ja, kijk, daar is het al. Nou, dat is wel heel licht dit, hoor. Heel licht groen. Maar dat past wel bij die kleurtjes die je nu hebt. Het is echt heel licht. Maar goed, ik ben benieuwd. Ik doe het op deze manier zo eromheen. Zo, ik heb best wel veel van deze. Ik zou nog iets meer weer roze doen. Roze is wel echt mooi. Dat is deze. Dat kan. Dan gaan we dat doen hier. Deze roze ziet er gewoon echt lekker uit. Wil je gewoon echt opdrinken. Ja, een beetje snoepachtig roze. Ja. Zo. En welke kleur hebben we nu nog niet gehaald? Oh ja, het is wel nice rood dit nog hier. Niet. Kijk, ik heb nog niks er doorheen gedaan. Hè? Nee. Dus dan, hij kun wordt je heel zwaar. Dus dan kun je de achterkant ook nog weer op die manier doen misschien. Ja, doe je dat? Heb je dat wel eens gedaan? Hoe doe je? Dat als je deze voorkant zo hebt gemaakt, dat je daarna omdraait en dat je daar ook doet? Ja, in principe krijg je wel wat anders. Maar ja, het gaat wel, heel precies ga je het nooit krijgen, omdat het allemaal door elkaar gaat. Want ja, de bovenkant, er zijn vast stukjes waar het doorheen is gelegd. Ja. Dus je gaat het nooit precies goed krijgen. Maar je moet hem wel helemaal vullen, denk ik. Ja, je moet wel een hele soort vullen, anders hou je echt witte plekken. Tenzij je dat wil. Doe rood. Nou, ik wil niet rood meteen naar roze. Ik heb oh, ja, niet zwart. Weet je het zeker? Nee, je hebt zo'n mooi. Je hebt zo'n mooi kleurenpatroon nu. Even kijken hoor. Maar ik weet wel iets leuks. Ik weet wel, ik ga er door de roze een beetje heen doen zo. Hier een beetje. Artistiek. Hier een beetje. Ja, dit is toch weer die kijk. Verbazing die Nicole dan soms doet, hè? Ja, gooi nee, ik hem van nu Nicole, even. Ja. Kijk. Het is ook een beetje blauwig, als ik heel eerlijk ben. Het lijkt niet echt. Het is een beetje donkerblauw in plaats van zwart. Kijk, je ziet nu al een beetje een soort van regenboog. Patroon, ja, prachtig. Gaaf, hè? En dan, dit is rood. Die is nog helemaal vol. Dus dan kunnen we hier wel wat van rood doen. Maar die is ook wel gaaf, hoor. Ja, die is ook mooi. Toch weer net iets anders dan die roze. Het lijkt wel een beetje roze, maar... Het is toch net even wat anders. Heel mooi. Helemaal super. Nou, Lars is ook wel goed bezig. Het ziet er wel heel vet uit. Die kleur is mooi. Alleen wat ik denk, en dat weet ik eigenlijk best wel zeker, is dat dit nog te licht is. Want in de wasmachine was je er heel veel van de kleur uit. En nu is het echt heel licht paars. Ja. En waarschijnlijk hou je echt een vlaagje paars over. Maar het is heel moeilijk inschatten. Maar op zich is dat misschien wel mooi. Ja, daarom. Ik ben wel echt serieus aan het werk. Ja. Serieuzer dan de vorige keer, volgens mij. Dan die plantjes? Of niet? Nee, de vorige keer dat je ging dip taaien.
Ja, toen deden we maar gewoon wat. Het was een flats. Ik denk echt dat dit serieus wel... Het lijkt ook gewoon een beetje op een bloem inderdaad. Ja, ik ben hier wel echt heel erg trots op nu al. Maar het kan wel zo zijn met dip dye dat je gewoon geen idee hebt wat je doet. En dat je dan, als je hem uitvouwt, dat je denkt, oh my god, wat is dit vet. Ja. Ik heb wel gewoon rood gewoon helemaal opgemaakt. Wow, dan zit er heel veel rood. Het is wel een beetje roze-rood eigenlijk. Maar hij is wel echt goed zwaar ook nu. Oh, kijk, nu gaat het wel een beetje doorheen. Ja, ik zou daar nog een beetje paars. Die is bijna op, maar dan kunnen we een nieuwe maken. Paarse, die is ook wel heel erg vet. Ik maak wel even een nieuwe. Ja. Ik heb hier nu een hele mooie paarse gemaakt weer. Dus die gaan we nog eventjes... Oh, deze wow, is sick, ja, hoor. Die is wel heel ziek inderdaad. Zo, paarse echt hele vette. Ja, die wil ik nog wel een beetje hierin gaan mengen. Ja, die kan je de achterkant doen met die paars. Je weet eigenlijk niet wat de voor- en achterkant is, of wel? Ik heb geen idee. Nee, daarom. Ik heb echt geen idee. Ah, dit is wel vet zo, denk ik. Eigenlijk doe ik nu ook maar wat, hoor. Gewoon waarvan ik denk, oh, dit is mooi. Ja. Kijk, nog een beetje aan deze kant zo. Ik denk dat die zo goed is, eerlijk gezegd. Ja, mag de achterkant zien? Ja, zeker. Dat als mag het de achterkant is. Wil je daar niet nog een rode of zo tussen? Nee, het is wel heel veel paars. Ja, maar dat beetje wit. Even kijken tot hoeveel. Nou, het is nog heel veel wit daar binnen trouwens. Ja, nee, ik moet toch wel even een goede tip van jou. Top. Ja, ik moet toch wel eventjes een beetje kijken. Want als ik dit zo open Ja, dan zit er wel veel wit zit nog. Zit nog wel heel veel wit. Dus ja. Daar wil ik toch nog wel even een beetje verandering in brengen. Welke kleur ga je dan doen? Ik ga dit even wat meer open doen ook zo. Kijk, dat kan ook gewoon. Kijk, hier zie je heel veel lagen nog. Dit is wel gaaf hoor. Ja, dit is interessant. Ja, dan ga ik toch nog even een keertje rood maken. Ja, rood is wel een goede toevoeging. Wel even een donkere rood. Dat doen we gewoon veel. Kijk deze. Wow, die is echt heel rood. Een soort inderdaad. Vampierenbloed ja. Lijkt het wel. Oké, deze gaan. Wow, deze is wel vet hoor. Kijk. En alsnog best wel een beetje rozig, maar wel matchend met de andere. Deze is nice. Gaan we hier een strook doen, hier een strook. En het paars met groen ook. En dan hier nog een strook. Zo, heb ik drie stroken. Ik doe hier ook nog een beetje. Misschien hier op het mouwtje. Volgens mij zit je mouw. Dat is wel leuk, zo. Ja, nu even kijken. Ja, nu is wel wat verbeterd. Ik zou zeggen elastiekjes eraf en laat maar zien. Ja? Zijn jullie klaar voor? Heel erg benieuwd. Echt heel erg benieuwd. Ja, maar dat is het leuke. Je bent de hele tijd bezig. Je hebt geen idee eigenlijk wat je doet. Behalve gewoon mooie kleuren. Ja. Op een t-shirt smijten. En dan ga ik het er nu afhalen. Ja, dit vind ik wel echt spannend ook. Ik heb hier wel een heel goed gevoel over, eerlijk gezegd. Ja? Zijn jullie er klaar voor? Zeker. Ja? Oké, daar komt hij. Wow! Wow, die rode! Zo! Sick hoor! Ja, dit is wel vet. Wow, je hebt echt van die... Vanuit het midden van die vlekken. Ja, die rode vlekken zijn echt heel vet geworden. Ja, wow. Zie je hoe mooi dat rood naar voren komt? Ja, hij is echt mooi. Echt super gaaf. Jeetje, dat heb je echt goed gedaan. Ja, dankjewel. Dit is echt gewoon een gaaf nieuw shirt die ik heb. Nee. Super cool. Het is echt van binnenuit. Ja, echt zo'n spiraal lijkt het. Ja, dat kan je kunst noemen. Zeker weten. Dus ja, nu gaan we deze in de was doen. En dan kan ik hem daarna gewoon dragen en dan blijft het... Ja, best nog wel lang zo mooi. Denk ik ook. Good job! Thanks, ik ben heel erg benieuwd nu naar die van Lars en Nicole en die van jou. Ja, ik ga mijn best doen. Want dit is dus één tactiek met gewoon vanuit het midden draaien. Maar ja, Lars die heeft er dus een lange pannenkoek van gemaakt. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe die eruit komt te zien. Ik heb hier twee prachtige knolpower sokken erbij gepakt. En deze ga ik nu eventjes dip draaien. Even wat anders dan een t-shirt. En dit wordt denk ik wel heel erg vet. Ik heb eventjes op internet gekeken. Net als wat Myron aan het doen is. Voor inspiratie. En deze ga ik heel erg goed afbinden met de elastiekjes. Dit zijn mijn sokjes nu. Ik heb er nog nooit zo lang over gedaan tijdens het dipdaaien om te elastieken. Maar volgens mij zit het hem ook aardig in het elastieken. Dus...
Dit zijn mijn twee knolpauwen sokjes. Dit wat hier uitsteekt, dat is de hak, zeg maar, de enkel. En ja, dit is de onderkant. Dus ik heb expres het KP-logo hier vrijgehouden en hier ook. En ik heb hier onder nog knolpauwen staan. Dan heb ik hier bij de ER heb ik een beetje geëlastiekt. En ook bij deze heb ik bij de ER een beetje geëlastiekt. Dus ik hoop dat deze ook een beetje identiek worden. Ik ben benieuwd. Ga je hem uitpakken? Ja, ik weet het niet. Normaal heb ik een idee, maar nu heb ik geen idee. Ja, maar dat is wel een beetje met dit daaien. Je weet het niet helemaal. Oh, ik zie nu al dat er best wel veel wit zit. Ja, je hebt best wel veel nog wit. Oh, maar hij is wel cool hoor. Hij is wel leuk, vind ik. Ja, hij is wel gaaf. Onderkant, dat was mijn plan. De onderkant gekleurd en aan de bovenkant wit. Maar het is toch nog wel een beetje te weinig kleur, denk ik. Ja, maar je kan misschien nu inderdaad die bovenkant elastieken en dan daar nog wat mee doen. Misschien alleen de mouwen. Oh, dat is wel een vet idee. Om alleen de mouwen te knopen. A few moments later. Is die klaar, Myron? Ja. Nou, laat me zien dan. Oh, sick hoor. Het is een beetje minimalistisch, hè? Minimalistisch. Maar ik vind het mooi, want ja. Zo zou ik hem ook nog dragen. Als hij echt helemaal vol kleur is, is gewoon niet echt mijn ding. Die van mij was vol kleurde, weet je. Voor jou vind ik dat mooi, maar ik zou dat dragen. Ik vind hem heel erg cool. Ik vind het ook leuk dat die dan blauw paarsachtig is en dat dan roze is. Ja, hè? Toch nog een beetje een kleurrijke touch. Ja, ik vind hem cool. Kan ja. Leuk zijn, toch? Ja, dat kan zeker leuk zijn. Oké, ik ga beginnen met het verven van mijn sok. Daar gaan we. Oeh, dit trekt er goed in, hè? Zo, dit is wel echt een mooie kleur rood. Ik denk dat mijn sokken echt heel erg vet worden, vooral in mijn stijl van knolpauwer. Maar we gaan eerst eventjes kijken naar Lars in zijn onderbroek. Ja, ik had hem een beetje op mijn broek gemorst, dat is niet zo slim. Goed, kijk, deze heb ik nu af. Kijk. Oh ja, en over broekmorsen, hij heeft nu misschien zijn broek verpest, omdat dit dus inkt is. Ik zou ook, als ik jullie was, handschoentjes aandoen als je dit gaat doen, want dat is ook wel aangeraden. Dat hadden ze ook in die tutorial die ik had gezien, inderdaad. Handschoenen? Ja. Wat is dat? Ik heb even zijn handen. Wow, inderdaad. Nou, wij alle drie wel. Echt zwaar ook. Maar goed, laat zien. Kijk, deze is dus met dit had ik al uitgepakt. Dit is dus met een smiley. Dat zien jullie straks. Deze heb ik voor Mees gemaakt. Want Mees die was aan het hardlopen. En ik heb iets speciaals gedaan, maar ik heb geen idee of het is gelukt. Dus we gaan het nu zien. Oké. Ik ben heel erg benieuwd. Oh, Myron heeft wel hele vette sokken gemaakt. Ja, dit zijn mijn nieuwe sokjes. Ik vind dit ook echt heel vet. Ja, dit is wel heel erg cool. Pas bij mijn shirt. Ja. De kleurtjes. Inderdaad. Goed, nou, we gaan het zien. De moment of truth. Wow, deze is vet, ja, hè? Ja, deze is cool. Wauw. Wow. Ja. De beste tot nu toe. Serieus. Ja, het is best goed gelukt. Ja, dit is de beste tot nu toe. Dat was ook het idee. Ik denk, ik doe hem schuin. En ik dacht, ja, ik weet niet of dat werkt, maar goed. Ja. Nice. Goed wow. Gelukt. En nou, die is voor Mees. Deze is voor Mees, ja. Geluk heeft hij. Ja, die heeft geluk met jou. Nicole, die is ook nog hard aan het strijden. Gewoon zonder te kijken, hè? Boeiend. Daarom heb ik vies aan. Ik ben echt benieuwd. Als je klaar bent, dan laat me weten. Oh, je hebt hem al uit de elastiekjes. Ja. Heb je hem ook al gezien? Nee. Oh. Maar ik zag dat er heel veel wit was, en dat vind ik mooi, dus. Oké, okay, nou, ik ga mijn sokjes afmaken. Zoals jullie zien, het is rood. Maar bijna klaar. A few moments later. Welke gaan we als eerste doen? Die van Myron of die van Nicole? Zijn ze lang mee bezig? Ik ben zo lang aan het wachten. Oké, ja, ik moest heel even naar de wc. Oké, ik ben benieuwd. Nicole, wat heb je gemaakt? Ik deed gewoon zo. Hij is nogal druk. Jeetje. Ja. Zo, hij is wel vet, ja, hoor. Ik vind hem ook wel. De achterkant is wel anders. Ja, het is gewoon heel goed. Ik denk gewoon alleen dat ik voor vandaag voor het eerst ga winnen van Nicole een keer. Nou. Ja. Ja, die van Mees is wel echt... Die is wel echt, ja, die van Mees heb gemaakt. Niet, het is nog geen eens je eigen. Let er maar niet uit. Ik heb het geproduceerd. Ja. Maar wel je best gedaan, heel goed. Laat het nog één keer zien. Ik heb het verkeerd in de maar... Nou, ja, hij is wel heel erg cool hoor. Mooi patroon en zo. Ja. Ja, zeker. Maar ga je hem ook aandoen, denk je? Weet ik nog. Oké, okay, Myron, wat heb jij gemaakt? Deze is voor jou, hè? Oh, echt? Ik wou dit eigenlijk in combinatie met je sokken. Alleen ik zie nu wel dat deze rood wel iets minder rood is dan die wat van ik heb sokken. Gedaan. Ja. Ben benieuwd. Speciaal voor jou.
Nou, laat me zien dan. Oh, wauw, sick. Nice. Zo, die is ook wel heel erg vet. Aan één kant gewoon rood, de andere kant gewoon wit. Ja. Je kan het denk ik nog iets meer rood maken. Want het is wel weer weinig. Nee, ik vind het genoeg. Ja? Ja, ik vind hem echt heel erg mooi. Ga je hem aan doen? Ja. Ja? Ja, ik ga hem zeker wel een keertje dragen. Eén keertje. Nee, ik ga hem zeker wel een keertje dragen. Ja, ik denk dat het je wel staat. Cool. Nice. Sowieso leuk om zo je eigen kleding een beetje te maken. Een beetje te designen. Nu ben ik zo benieuwd naar mijn sokken. Ook al is het gewoon echt heel erg basic. Ik heb dus het KP-logo rood gemaakt. Het hakgedeelte en de teengedeelte. En dat heb ik bij allebei gedaan. Dat is net zo'n poppetje nu zo. En van die dikke billetjes. Ja. Nou, ik moet dit nog even... Au. Ja. Dat was zo onhandig. Wow. Ja, dit is het. Nou, dit is wel leuk. Ik ben echt lang mee bezig geweest. Ja, ik vind het wel leuk. Ik vind hem ook wel gewoon cool. Het knolpower is zo gewoon mooi in het rood. Ja, toch? Ja. Het is een beetje rood en dan de bovenkant een klein beetje roze. Ja. Zie je dat? Ik denk dat ze misschien nog wel vetter zijn als ze uit de was komen. Dat denk ik ook. Maar dit is dus het idee. En ja, deze is als het goed is precies hetzelfde. En hier hebben we de tweede. Kijk. Jeetje. Voilà. Vet hoor. Dan met het shirtje die ik voor je gemaakt heb. Nou. Ja, dan ben ik helemaal de blitz. Helemaal de man. Ja, dit zijn de sokjes dan. Leuk. Ja, dankjewel. En zo? Ja. Ik wil graag deze tattoo. Wil jij die? Ja. Ja, van het knolpower tattoo vel? Ja. Oké. Okay. Nou ga ik die voor je zetten. Even kijken, wil je hem dat wij hem kunnen zien of dat je hem zelf kan zien? Ik zelf. Dat jij hem zelf kan zien? Hier zo. Nee, vieserik. Het hoeft nu al niet meer. Ik vind het zo naar. Hoezo? Ik wou er ook een, maar nu ook niet meer. Nee, maar dit is toch helemaal niet zo erg? Nou. Je bent toch niet vies van mij? Het moet nat gemaakt worden. Ja, met gewoon water. Ja, het is toch gewoon een beetje water. Het is wel echt een knolpauwtattoo. Het is een echte. Ja, dit is wel een echte knolpauwtattoo. Oh, hoezo, bah? Ja, het is toch vies in één keer om mijn arm lopen te spugen. Dat doe ik toch ook niet bij jou? Myron. Je spuugt. Ja, dit is karma. Dit is karma. Zie je, kijk hoe vies jij reageert op mijn spugen. Jij spuugt gewoon letterlijk op mij. Nee. Komt, ja? Hier. Voilà. Bedankt. Alsjeblieft. Wil jij ook een? Nee, stoppen. Nee, grapje. Grapje? Dat is helemaal geen grapje. Je doet het bij mij jou wel. Jij was geen grap. Oh, deze wil jij? Ja. Oké, dan pak ik voor even een doek. Ik ga hem er ook gewoon weer afkrabben. Ik hoef hem niet meer. Nee! Nee! Niet doen! Ga je er echt afkrabben? Ja. Een dankbare muts. Waar wil je? Ik dacht hier, want als je dan omdraait, zie je nog steeds een lachje. Hier zo. Precies in het midden. Oh, dat is wel echt een coole plek hoor. Het is echt een coole plek. En je denkt dat dit nu gewoon nat is van de kraan, maar dat is ook mijn speeksel. Nee, grapje. Je moet wel recht blijven. Ja, lekker. Oh, wacht, ik moet eerst velletje eraf halen. Oh nee! Hij is verpest. Oh shit. Maar ja, ik deed het helemaal verkeerd. Ik deed het echt helemaal verkeerd, mensen. Ik moest eerst het velletje eraf halen en dan nat maken. Zo stom. Dit moet wel even zo'n tijdje blijven. Denk ongeveer 3 kwartier. Lars, wat kijk je boos? Ik hou het allemaal streng in de gaten. Ja, ik denk dat dit wel goede kant op gaat, hè? Je hebt ook weer een scheet gelaten. Ik wou het net vragen. Ik heb geen scheet gelaten. Het stinkt hier echt. Lars. Zie je? Oh, dat is Lars. Gaan ze mij weer de schuld geven, hè? Wie laat er dan de hele dag liefst een scheetje? Weet je wat het meest bizar is? Ik heb hem bij de voordeur gelaten en hij blijft hem hier. Wat een mensen. Gaan ze mij de schuld geven? Ja, jij had het echt kunnen zijn. Boom! Dit is vet. Gruwelijk vet. Echt waar. Echt cool, Nicole. Ja, ik ga een fotootje maken, ja? Ja. Nicole heeft ook een leuk idee voor een tattoo bij mij. Tenminste, ik heb het net gehoord. Ik vind het een leuk idee.
Nicole, je hebt wel echt zwarte handen gewoon hoor. Moet je de handen eens even kijken. Ja, en ze heeft het al gewassen. Dus dit is nog 4 dagen denk ik. Ik dacht, je moet je handen nog wassen. Ja, ik heb mijn handen ook gewassen. Dus daarom mijn handschoentjes wel aangedaan. Nou, Rara, wat gaat ze doen? Ja. Oké. Eigenlijk doe je het zelf nu, hè? Ja, klopt. Nou, heel eventjes wachten. Moet wel pijn hoor, zo'n tattoo. Duimpje omhoog. Ja, doe allemaal even duimpje omhoog. Ja, die is goed gelukt. Ja, die is nice. Wow, die is echt goed gelukt. Duimpje. Wat is voor Lars leuk? Ik vind deze voor Lars wel leuk. Maar waar dan? Wat zei? Waar? Waar? Mm-hmm. Ja, ik denk hier zo ergens. Hier ja, zo. Maar daar heeft hij allemaal tattoos. Nee, hij heeft niet op beide hier op deze jawel. Plek. Jawel. Kom eens erbij, Lars. Wat is er aan de hand, jongens? Jij denkt dat je mooie tattoos hebt, maar we gaan jou er eentje geven, jongen. We gaan even eentje voor je uitknippen. Dus strop je mouw eens op. Wat? Ja, doe maar gewoon even deze uit. Wil je geen navelpiercing heen, Niels? Niels? What the fuck? Niels. 2 maanden wonen we samen. Je bent Niels. Hoe kom ik er? Ik heb gewoon geen Niels gesproken, helemaal niks. Ik heb geen idee hoe ik naar Niels kom. Hey Lars, wil je geen navelpiercing? Piercing? Navelpiercing. Kom eens hier staan. Wat dan? Kom eens. Nee, ik hoef mijn navel niet. Nee, ik hoef mijn navel niet. Ik wil even naar je navel kijken. Nee, ik wil mijn navel. We gaan deze doen. Doe eerst je arm omhoog. Andere arm. Kom eens. Waarom? Nee, kom gewoon. Nee, ik weet niet wat ze gaat zeggen. Dat ik een navelpleasie heb. Nou, ja, dat is je piercing dan. Kijk maar. Nee. Wat is ze? Zeg het. Kom maar hier. Kijk, zie je? Hij heeft hier nog niet... Maar daar gaat hij scheuren, denk ik. Nee, joh. Ja. Nu wel op. Dat is cool, hoor. Doe maar, ja. Heb je dat spelletje er wel afgehaald? Jazeker. Goed, wat is precies de inspiratie achter een wolkje met knolpower erin? Lars was al besneden. Wat? Wat is precies de inspiratie achter een wolkje met knolpower erin? Weet je het niet. Als bliksem is. Bang! Knolpower. Maar een wolkje. Ja, daar komt bliksem uit. Weet je niet. Een sneeuwvlokje dan? Ja, komt uit die wolk. Ja. Jongen. Vroeg hem er gewoon af. Oké, nou, ik denk dat hij nu al goed is. Boom! Wow, joh, nooit zo. Zijn die anderen wel echt lelijk? Ja, maar zo. We hebben dus tattoo gel pen, dus we kunnen dit inkleuren. Kijk hoe ja, vet. We kunnen die ook in de prullenbak mieteren. Laat ja. Dat zien? Hé. Hey. Ja, het is, dit is vet, hè? Want zo. Wat een knolpower tattoo. Beam! Hé, hey, duimpje, hè? Duimpje! Yeah! Nou, mooi. Nou, super. We hebben nog een paar over, maar hè, die bewaren we wel. Dikke vette piece, bliksem, KP, hartje, een parapluutje en een sneeuwvlokske. Dames en heren, dit was hem voor vandaag. Heel erg bedankt voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet even dat blauwe duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Nee, je moet je andere hand blauwe duimpje omhoog doen. Vergeet niet even dat blauwe duimpje omhoog te doen. Ik zie jullie morgen heel graag bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace! Knol power!